Lieve mensen, welkom bij alweer een superleuke uitzending van Vlieg. Orgelmannen konden hun lol op tijdens de draaiorgeldag inleiden. Misschien een beetje overbodig om te zeggen, maar we zijn op de draaiorgeldag in Leiden. Vanuit het hele land zijn beroeps- en hobbyorgelmannen druk bezig om hun fraaie draaiorgel te laten zien en horen aan het publiek. Het zijn kinderen van ons gewoon. Wij kennen er gewoon niet vanaf van die orgels. Wat is er zo mooi aan dan? Ja, ik ben de verslaafd van die orgels. We hebben deze al 48 jaar. En wij kennen er gewoon, dat is de hobby, dat zit erin en dan krijg je er niet uit. Dat is hetzelfde als de motorclub. Of een andere club. Mensen zijn verslaafd. Het is tussenbij je nog mooier als een vrouw, zeg maar. Voor die mensen heeft het orgel iets als een deel van het leven. Voor hun. En dat blijkt ook uit de enorme bedragen die ze ervoor over hebben om het aan te schaffen en het te onderhouden. Want het is er vrij kort bij. Je kunt er geen brood meer in verdienen. Dat is voorbij. Het zijn pure hobbyisten. Ja. Maar staat hij ook nog op straat? Die staat ook op straat, ja. En verdient het nog een beetje? Nee. Helaas niet, nee. Meer voor de hobby. Voor de hobby. Ja. Mensen geven niet meer aan de orgelman. Niks meer. Ja, tenminste af en toe heel wat, maar... Hoe komt het dan? Zou het niet weten. Ik denk dat dat door de euro's komt. Oh. Met de gulden misschien wel iets beter, maar ook niet helemaal. Oké, maar je blijft wel stug volhouden. Ja, we blijven wel. Wat een bescheiden orgeltje heeft u. Er zit zo'n sippie in. Maar is dat wel echt? Ja, het speelt als een echte. Het speelt als een echte? Ja. Zo'n draaiorgel is eigenlijk een voorloper van onze computer. Want hij leest af van karton en zet het om in geluid. Vervolgens doen we het mechaniek dicht. En dan pakken wij het wiel en dan gaan wij dus draaien. Moet hij dan ook nog op een speciale manier draaien? Ja, je moet het tempo erin houden. Ja. Als je langzaam draait, gaat de muziek heel langzaam. En als je vlug draait, gaat de melodie heel vlug. En wat is nou typisch een kenmerk voor een orgelman? Ja, vrijbuiters. Vrijbuiters? Ja, echte vrijbuiters zijn het. En zo hoort dat ook. Er zijn mensen die echt plezier erin hebben om de hele dag door de stad te trekken met hun orgel. Ja. Dat zijn de echte orgelmannen. Ja. Tot zover over de draaiorgel.